selectie van mijn stash staan. En het zijn allemaal verschillende producten die ik met jullie ga behandelen. Als je praat over parfum, dan heb je het waarschijnlijk niet over de goede. Want echt parfum, dat is vaak een klein flesje. Dit is dan een rollertje. Met een hele geconcentreerde parfum erin. Dus dit bestaat vaak uit ongeveer 50% pure parfum en 50% andere ingrediënten. En dat is ongeveer het sterkste wat je kan krijgen. En daar heb je ook maar een heel klein beetje van nodig. Dus dit is dan een roller. Je stipt het echt een beetje aan en je ruikt de rest van de dag naar dit geurtje. Nou, ik hou er wel van, maar het nadeel hiervan is dat het heel prijzig is. Bijvoorbeeld de parfum van Chanel nummer 5, die kost geloof ik 70 euro voor 5 milliliter of zo. Dus het is echt heel erg duur. Het is echt voor de liefhebber. Dus als jij, dit is bijvoorbeeld, stel dit is echt je favoriete geur, probeer hem eens een keer in de parfumversie. Want je hebt maar een beetje nodig. Dan heb je nog het verschil tussen Eau de Toilette en Eau de Parfum. Dit is Missy Urcherie, die heb ik dus in allebei de versies. En Eau de Parfum die bevat ongeveer 15% parfum. En Eau de Toilette die bevat ongeveer 5% parfum. Die andere 85 of 95% van deze flacons bestaat uit alcohol en wat andere ingrediënten. Voornamelijk alcohol. En alcohol zorgt ervoor dat de parfum lang houdbaar blijft. Nou denk je, ja, welke moet ik nou nemen? Het grote verschil zit in de prijs ook. De Eau de Parfum is vaak wat duurder dan de Eau de Toilette voor dezelfde hoeveelheid. Maar daarentegen heb je van de Eau de Parfum minder nodig. Dus als ik deze opspray 's ochtends 2-3 keer, dan ruik ik lekker tot het moment dat ik naar bed ga. En deze kan ik 10 keer sprayen en dan in de middag moet ik hem weer opnieuw opdoen. En ja, je moet er maar van houden, want sommige mensen die krijgen van de Eau de Parfum dus hoofdpijn. En die kunnen dan veel beter een Eau de Toilette nemen. Dan hebben we nog de mildste sprayversie en dat zijn body splashes of body mist. Het heeft verschillende namen. Dit heet bijvoorbeeld de fragrance mist. Deze twee zijn van Victoria's Secret en deze is van de Body Shop. Deze zijn vaak het allervoordeligst en dat komt omdat ze maar 1% parfum bevatten. Dit is eigenlijk meer een beetje, je doet dit op en ja, na een uurtje ruik je niks meer. Het is meer een beetje om je op te frissen en deze gebruik je over je hele lichaam. Dus bijvoorbeeld als je naar het strand gaat, is het heerlijk om een body splash op te doen. Het voelt verkoelend. Je ruikt niet heel sterk, maar je hele lichaam ruikt gewoon lekker. De aller mildste manier is om een body lotion in een bepaalde geur te kopen. Dit wordt veel gedaan door dames die gewoon echt niet tegen spuitparfums kunnen. Gewoon alleen al het opspuiten krijgen ze hoofdpijn van. En eigenlijk alle merken die hebben wel een bijpassende lotion bij het geurtje. Vaak zijn de wat luxere merken, bijvoorbeeld ik heb hier eentje van Estée Lauder, Sensuous. De luxere merken, die lotion zijn wel iets prijziger dan bijvoorbeeld dit H&M flesje. Maar hier heb je ook echt gewoon, je ruikt naar deze parfum en dan heel mild. Ook heel geschikt als je bijvoorbeeld een sollicitatie hebt of je hebt gewoon iets waarbij je absoluut niet te sterk naar parfum mag ruiken. Dan moet je een lotion gebruiken. Dit is de volgorde van licht naar zwaar en ook van goedkoop naar duur. Dus het allerlichtst is een body lotion. Dan heb je de body splash, Eau de Toilette, Eau de Parfum en parfum. Mocht je je nog kort afvragen waarom ik in hemelsnaam twee keer Miss Dior Cherie dan heb. Nou, wat wel zo is, dat Eau de Toilette en Eau de Parfum ook soms net één andere noot hebben. Dus deze die ruikt toch iets frisser en deze toch iets zoeter. En dat doen merken heel slim, want ja, ik vind deze lekker. Dus dan wil ik sowieso die ook, want dan weet ik dat ik die waarschijnlijk ook heel erg lekker vind. Dan hebben we nog cream parfum. En cream parfum, dat zijn kleine tinnetjes die gevuld zijn met een heel sterk geparfumeerde crème. Dit is heel handig om mee te nemen in je handtas. Dus je doet gewoon een beetje crème op je vinger, achter je oren, op je polsen en je ruikt weer lekker. En vaak brengen merken bij hun gewone parfum een cream parfum uit. Dit is een voorbeeld. Dit is Love Etc. van The Body Shop. En er hoort dus ook een cream parfum bij. Dus deze doe je dan thuis op. En deze neem je mee in je tas. En die kan je dan bijvoorbeeld in je pauze even opdoen. En dan ruik je weer lekker. Dan hoef je niet die hele fles mee te slepen. Sowieso zal je zien dat veel merken een soort reisversie hebben van hun parfum. Vaak is het in verhouding een stukje duurder. Maar ja, ik neem liever dit mee op reis. Dit is een kleine roller. Dan deze hele bal die ook nog eens kapot kan gaan omdat het van glas is. En dit is dan van plastic. Dit is echt gemaakt om mee te nemen in je handtas of in je reistas.
Ook heb je andere producten die bij een parfum horen. Nou moet ik zeggen, niet alle merken hebben alles. Meestal heb je een eau de toilette, eau de parfum, body lotion en een douchegel. En ja, deodoranten heb je nog. En dan heb je echt hele specifieke producten die niet ieder merk heeft. Een goed voorbeeld is deze Chanel haarparfum. Chanel nummer 5 is dit. Ik heb de geur zelf en ik heb de haarparfum erbij. En je denkt, ja, wat heb je eraan? Nou, normale parfum in je haar droog je haar enorm uit. Omdat er zoveel alcohol in zit. En haarparfum, die is ook echt gemaakt om je haar mooi te laten glanzen en zo. En ik gebruik deze als, ja, gewoon als mijn haar niet lekker ruikt of zo. Ik doe dit op en je ruikt gewoon Chanel nummer 5 om me heen. Dit is trouwens ook een leuk voorbeeld. Dit is een hervulbare flacon van Chanel nummer 5. En je koopt eenmaal de buitenkant. Die is op zich wel redelijk prijzig, maar als het echt een geur is die je heel vaak draagt, dan is dit handiger en voordeliger uiteindelijk. Want de binnenkant, die zit hier verstopt, dat is gewoon de hervulbare flacon, die doe je hier erin. En die is voordeliger dan dat je zeg maar een hele Chanel nummer 5 steeds koopt. En een tip is om onder de parfum, om daar heel goed de body lotion te smeren. Als je huid heel droog is, dan trekt de parfum heel snel in en is de geur ook heel snel verdwenen. En als je eerst een laagje body lotion doet, en dan vooral eentje die hoort bij de parfum, dus dit goed insmeren zo. Laat intrekken en daarna parfum op doen, dan trekt die parfum niet zo snel in je huid en blijft die langer hangen. Dan is er nog zoiets als alcoholvrije parfum. Er zijn niet veel alcoholvrije parfums, want alcohol heb je nodig om parfum langer houdbaar te maken. En zonder alcohol dan bederft de parfum snel. Maar ze zijn er. Dit is een voorbeeld, staat er ook onder. En die zijn vooral bedoeld voor de zomer. Je zou ook zien dat de summer editions van geuren vaak alcoholvrij zijn. Want heel veel mensen, inclusief ikzelf, krijgen bultjes van parfum als ze in de zon gaan zitten. Dat is een soort allergische reactie van de combinatie van alcohol en zon. Dus als jij daar ook last van hebt, ga op zoek naar een alcoholvrije parfum en gebruik die dan op dagen dat je in de zon gaat zitten. Nog even iets over de houdbaarheid. Dit is mijn favoriete geur. Dit is Givenchy Angelo de Mont de Secret. En dit is echt zo'n lekkere geur. Maar daar had ik dus eerst een mini van. En ik heb hem nu in het groot. En ik ben er heel zuinig op. Maar de kleintjes, dus dit soort sampleflesjes, die gaan eerder bederven dan grote. Dus stel je hebt heel veel flessen van 100 ml en een paar van 50, 30 of zelfs 15. Gebruik die kleintjes het eerst. Die gaan als eerste bederven en die grote die kunnen wat langer staan. Dan heb je nog natuurlijke parfums. Dit zijn allemaal synthetische parfums. En natuurlijke parfums die worden echt gemaakt van natuurlijke oliën, etherische oliën, dat soort dingen. En synthetische parfums die zijn ooit een keer ontwikkeld in een fabriek. En de eerste synthetische geur, dat was dan Chanel nummer 5. Dat is wel grappig. En vanaf dat moment begonnen er heel veel synthetische geuren uit te komen. En ontdekten merken ook dat synthetisch veel goedkoper was. Waardoor ze meer geld konden investeren in advertenties, marketing, mooie flacons. En dat is eigenlijk hoe het een beetje is ontstaan. Met dat er zulke mooie, dure campagnes voor parfums worden gemaakt. En dat hoort er een beetje bij. En natuurlijke parfums heb je nog wel. Maar ja, ze worden niet heel veel. Het is ook niet echt populair. Je ziet vaak bij natuurlijke parfums dat erop staat dat je goed moet schudden. En je ziet ook vaak verkleuring. Dit is een goed voorbeeld. En dat moet je natuurlijk schudden zo. En dan kan je hem gebruiken. Heel lekker, ik hou ervan. En zeker ook als je een parfumallergie hebt, dan kan je vaak natuurlijke parfums wel gebruiken. Of een beetje. Ik heb de geur net opgespoten en nu ruik ik de topnoten. En de topnoten is dus het allereerste wat je ruikt. En dat vervliegt ook heel snel. Ik ruik nu heel veel bloemen, een beetje fruit, freesia, lelies. Nou, vaak zorgen parfummerken ervoor dat de topnoot heel lekker is en echt jouw aandacht trekt. Dat je denkt, oeh, lekker, ik wil die geur hebben. De middelnoten die ruik je eigenlijk na 10 minuten als de topnoten verdwenen zijn. Nou, bij deze is dat praliné, vanille en popcorn. Zo'n grappige combinatie. En dan verandert het geurtje ook. Het begint zich ook een beetje aan te passen aan jouw lichaam. Nou, dat ken je vast wel. Het ene geurtje ruikt bij je vriendin heel lekker, maar bij jou niet. Heel persoonlijk. Dat is gewoon hoe jouw lichaamsgeur zich mengt met alle noten in de parfum. Nou, de middennoten die blijven ongeveer een half uur tot een uur hangen. De basisnoot is vaak het allerzwaarste in de parfum. En de basisnoten, dat zijn er vaak 1, 2, hooguit 3. Bij deze is dat patchouli. Maar een hele bekende basisnoot, dat is musk. En dat is vaak een beetje de onderliggende, zwaarste noot van de hele geur. En pas helemaal aan het einde, wanneer het geurtje bijna is uitgewerkt, dan ruik je die. En bij deze ruik je dus echt patchouli.
Parfum wordt echt gezien als een vorm van kunst. Niet alleen wat betreft de flacon, maar dus ook de samenstelling. Want het is echt een kunst om basis, top, middennoten allemaal goed te combineren om tot een perfecte geur te komen. En dat is eigenlijk ook waarom dit eigenlijk vergeleken met andere beautyproducten het meest prijzige product is. Wat heel leuk is, is om een soort signature scent te hebben. Nou, het is voor mij een beetje moeilijk, want ik heb veel parfums. Maar als ik moet kiezen, dan is Givenchy Ange Audemon Le Secret echt mijn geur. Die past gewoon helemaal bij mij. En dat is gewoon leuk als jij één geur hebt die je vaker draagt en waar mensen je aan kunnen herkennen. Oké, ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze informatie. Ik ben heel benieuwd wat jullie signature scent is. Favoriete parfum? Of hebben jullie nog tips voor anderen wat betreft parfum? Gebruik je liever een eau de toilette of een eau de parfum of een pure parfum? En hoe dat zit met lotions? Weet je wat? Ga maar los bij de comments. Ik ben heel benieuwd naar jullie informatie hierover. En bedankt voor het kijken. Doeg! Ik zal nog even mijn huidige parfumstash laten zien. Want ik heb hem helemaal opnieuw ingedeeld. En ik heb ladekastjes toegevoegd. En het is echt heel bijzonder om te zien. Want ik heb het dus niet op kleur gedaan, maar op geur. Kijk, dit zijn allemaal wat frissere, een beetje planterige geurtjes. Daarna krijg je citrusachtige geuren staan hier ook tussen. Dan krijg je een beetje de lieve en vrouwelijke geuren, licht ook. Wat zoeter hier. En het wordt steeds zwaarder en zwaarder. Ik ben zeg maar van licht naar zwaar gegaan. En je ziet gewoon dat alles hier groen is. Alle flesjes hier zijn roze. En hier een beetje wat donkerder, rood alweer. En hier zit goud en zwart. Dus je ziet dat de merken zelf ook heel veel met kleur werken. En het goud, het valt me nu pas echt goed op. En hier heb ik dus een ladekastje achter staan body splashes. En hier heb ik alle kleine flesjes gedaan. Hier heb ik mini body splashes en creams. En dan heb ik hierboven twee laadjes gevuld met body splashes. En wat samples. En bovenop ook. En je denkt, waarom rolt het er niet af? Nou, deze heb ik al heel lang. En die staat een beetje scheef, waardoor ze allemaal naar het midden toe rollen. Wat nu wel handig is. En dat is dus mijn stash.